En leuk dat u weer kijkt naar een nieuwe Vraag op Straat. Zoals u waarschijnlijk achter me wel ziet, hebben we last van sneeuwval. En nou zeg ik last, maar hebben we er last van? Want ik ben heel benieuwd naar wat u ervan vindt. Gaat u nog naar uw werk? Neemt u extra voorzorgsmaatregelen? Blijft u thuis? Vindt u het leuk? Vraag op Straat vraagt het aan u. Ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het helemaal geweldig. Ik ben er helemaal niet blij mee. Nee. En waarom? Ik vind het gewoon niet fijn. Ik hou meer van de zon. Ik vind het vervelend met lopen, ja. Autorijden, fietsen. Nee, ik ben er niet blij mee. Nee, ik ben niet zo blij met die sneeuw. Nee. Mag ik vragen waarom niet? We hebben paarden en we kunnen nu helemaal niet rijden. En dat vind ik heel jammer. Ik vind het wel een heel mooi gezicht. En zeker als de zon nog gaat schijnen. Alleen als je op pad moet, ja, dan is het wel lastig. En zeker voor oudere mensen. Ja, met mijn pompwagen kan ik bijna niet rijden natuurlijk. Merk jij het hier ook op de markt dat het dan rustiger is? Ja, de mensen durven niet naar buiten te komen. Nee, zolang de auto er maar geen last van heeft. We komen uit het midden van het land, dus prima. Ik vind het gewoon leuk. We hebben gewoon ontzettend weinig sneeuw in Nederland. En nu komt het. Het is soms niet leuk om er doorheen te moeten, maar ik vind het leuk. Maar zolang u er dan zelf weinig hinder van ondervindt, neem ik aan. Ja, en dan maak ik een keuze. Heb ik een hinder, dan ga ik een keuze afwegen. Ik ga het toch wagen of niet. Maar ik vind het gewoon leuk. Ik wil zeggen, we hebben het zo weinig. Ja, ik spreek best wel wat mensen. De een vindt het gezellig, de ander vindt het minder gezellig. Kinderen vinden het natuurlijk allemaal hartstikke leuk. Maar neemt u nou nog extra voorzorgsmaatregelen? Want we verwachten vanavond nog heel veel sneeuw en morgen misschien ook. Doet u extra boodschappen of strooizout of dat soort dingen in huis halen? Eigenlijk niet. Vanochtend heb ik boodschappen gedaan, heel veel boodschappen en helemaal in de sneeuw. Dus dat viel wel tegen, maar achteraf denk ik, het is me toch gelukt. Dus ik vond het prima. Ja, wij hebben strooisout gehaald gisteren. Echt iets van 10 kilo. Heel verstandig, heel verstandig. Ja. Afbakbroodjes. En afbakbroodjes. Afbakbroodjes, ja. Soep in huis, altijd wat in huis, water, melk. Jawel, ik hou er wel rekening mee. Want wat voor maatregelen? Ik zorg in ieder geval dat ik genoeg boodschappen in huis heb. Dat ik niet zo vaak meer de deur uit hoef. En gewoon lekker binnen gezellig maken. Ja. Nee hoor, nee. Nee, dat niet. Nee. Ik ga er toch uit. Dus ik kan ook niet heel de dag naar de sneeuw gaan zitten kijken. Ik wil het ook wel beleven natuurlijk. Leuk dat u weer gekeken heeft naar een nieuwe Vraag op Straat. En zoals u gezien heeft, de een is er blij mee en de ander is er niet zo blij mee. Ik vind het heel erg koud. Maar weer bedankt voor het kijken. En vergeet niet onder dit filmpje te reageren, want ik ben heel benieuwd naar wat u van de sneeuw vindt.